Hey yo YouTube, onze laatste stop vandaag, want ik moet mij dadelijk onderweg zetten richting thuis, want ik moet om 5:30 thuis zijn om met mijn ouders nog vanavond ergens naartoe te gaan. Een filmpje in de stijl van Acid zou natuurlijk geen filmpje in de stijl van Acid zijn als ik niet op een skatepark kwam. En mits ik in Hasselt wel weet waar het skatepark ligt, maar ik er nog niet ben gaan filmen, film ik heel eventjes het skatepark van Bilze. Het prachtige skatepark van Bilze. Dat nog niet zo lang geleden geopend is geweest, officieel. Helaas zijn er geen skaters die ik hier kan filmen. Wat natuurlijk ook niet zou kunnen, denk ik, omdat ik dat eerst moet vragen aan die gasten altijd of dat mag. Maar hey, wacht even Bill, YouTube, ik toon jullie het prachtige skatepark van Bilze. En daarvoor ga ik even een wandeling maken op het skatepark. Zoals jullie kunnen zien, YouTube, we hebben hier in Bilze ook een tennisterrein, nog niet zo lang geleden, geopend, waar je ook padel kan spelen. En naast dat tennisterrein, YouTube, ligt dus dit prachtige skatepark. En langs het skatepark ligt, zoals jullie ook kunnen zien, het zwembad. Even zien dat ik hier niet op mijn gezicht ga. YouTube. Kijk wat een prachtig skatepark we hier hebben. YouTube. Als ik kon skaten, dan skate ik YouTube, hier op dit skatepark. Helaas, YouTube. Ik ben een artiest en zingen is mijn goede kwaliteit. Maar skaten, daar heb ik geen evenwicht voor in mijn benen. Nooit gehad. Al had ik dat graag wel willen hebben. Toen ik nog een tiener was. Ik heb het ooit wel geprobeerd op een skateboard, maar het was geen groot succes, dus ja. Dan heb ik het maar niet meer geprobeerd. YouTube. Ik ga moeten afsluiten, want ik ga terug onderweg naar huis, want om 5:30 moet ik thuis zijn. Peace out, YouTube.